Dit is yoga voor de wervelkolom. We gaan de wervelkolom wat flexibeler maken en meer ruimte creëren. En voor de eerste oefening mag je komen staan met je voor aan je mat. En je mag je armen zijwaarts opbrengen. En uit, iets naar beneden. En in. Op. En uit. Laag. Ga door op jouw tempo. Neem je hoofd steeds een beetje mee in de beweging. Nog één. Zet je je rechterbeen een stukje naar achter. Je linkerknie van het slot. Je brengt je armen opzij. Deel je borst de ruimte in. Je hoofd kantelt een stukje naar achter. Je kaken zijn los. Misschien kun je je armen een klein beetje verder omhoog brengen. En dan helemaal naar beneden, en dan haak je de wijsvingers in elkaar. Lichte trekking aan die onderkant. Lift je borst nog een keer open, de, open de keel goed blijven ademen. En dan laat je heel voorzichtig los. Breng je rechterbeen voorbij je linker. Dieper in. En dan langer uit. Linkerbeen gaat een eind naar achter. Rechterknie zacht gebogen. Je armen zijwaarts op. En nog een klein beetje meer. Armen naar beneden en haak je wijsvingers in elkaar. Trek licht aan de armen. Lift je borst, hoofd ietsje naar achter toe. En op de uitademing, kom terug. Linkerbeen voorbij je rechter, dieper in. En uit. Breng je de armen zijwaarts op. En vouw je de vingers achter je hoofd in elkaar. Je ellebogen naar buiten. Adem in en duw de borst naar voren. Hoofd wordt gedragen door de handen. Adem uit en kom terug. Adem in. Adem uit, in, uit. Nog één. Arme zijwaarts naar beneden, diep in, lang uit. Mag je komen zitten. Als het kan kleermakers zit. Dan breng je de armen opzij. En dan beweeg je naar links en rechts. Je hoofd zo een beetje mee laten bewegen zodat je ook die nekwervels te pakken hebt. Veel lekker simpel, maar het werkt wel. Dan moet je terug naar het midden. Breng je de armen zijwaarts omhoog. Uitademend plaats de handen voor de borst. Dieper in. Uitademend draai een stukje naar de linkerkant. Houd de wervelkolom mooi recht op. Uitademend draai terug. Adem in. Uitademen draai naar rechts. Dieper in. Uitademen draai terug naar het midden. En dan plaats je je linkerhand aan de linkerkant van de mat en je rechterarm komt zijwaarts omhoog. Dan breng je je rechterarm ietsje naar die linkerkant. Voel die mooie strekking. Je kin wijst richting je borst. Hou lang. Uitademend, armen horizontaal. Adem in. Uitademend, rechterhand op de mat. Linkerarm omhoog. Schuin wegbrengen. Voel wat je aan het doen bent. Hè? Als je je arm misschien net wat meer naar beneden brengt of net wat meer omhoog. Dat kan heel veel uitmaken in die wervelkolom. Als dus je echt merkt dat het goed voelt. Dan zit je 9 van de 10 keer oké okay met jouw houding. Uitademend. Kom terug. En breng de armen op de volgende uitademing naar beneden. We gaan voor een twist. Plaats je linkerhand op je rechterknie of op je bovenbeen. En dan plaats je rechterhand precies achter je rechterbeel. En je lift je borst omhoog. Je maakt je lang. Uitademend, laat los. Draai terug naar voren. Adem in. Adem uit. Rechterhand op je linkerknie of bovenbeen. Lift je borst. Linkerhand achter je beeld. En op de uitademing. Kom terug. Breng je armen zijwaarts op. En uitademend. Handen voor de borst. Ook deze loslaten. Van de knieën. Um, als je op de handen en de knieën komt. Dan trek je de buikspieren lichtjes aan. En je zorgt ervoor dat je nek mooi ontspannen lang is. Waar is je adem? Zit je hoog? Zit je in je flanken? Of ben je met de buikademhaling bezig? Dus probeer die buikademhaling toe te voegen. En deel dan je rechterbeen op. Breng hem naar achter. En breng op de inademing je rechterbovenbeen naar je buik. Hoofd buigt. In. Strek. Hoofd lang. Uit. Buig. In. Strek. Uit. Buig. En kom terug. Beweeg de billen heen en weer. Terug naar het midden. Linkerbeen, til hem op, breng hem naar achter. Adem in, bovenbeen naar buik. Adem uit en strek hem weg. In, out, in, out. We doen hem nog één keer. En komt er. Uitademend breng je de billen richting de hielen. Duw je de handen over de mat weg en plaats je je voorhoofd op de mat. Deel je hoofd weer los. Kijk naar het gebied tussen je duimen. Op de inademing trek je jezelf naar voren. Lift, kijk op en op de uitademing duw jezelf naar achter. In, trek en duw op. Uit, achter. In, uit. Laatste in. En uit. Handen, knieën. Kom liggen op je rug. Voor een korte ontspanning. Voel je adem. Probeer je adem op de uitademing helemaal naar beneden te laten zinken. Ofwel, je geeft het de tijd om echt uit te ademen. Je merkt dat als je echt lang uitademt, dat die spieren rondom de wervelkolom aan de onderkant van de rug zachter worden. Het restant van de spanning loslaten. Vol de rust door je lichaam stromen en in het bijzonder rondom de wervelkolom. Ben je bewust van die rust. Probeer dit de rest van de dag bij je te houden. Steeds weer even aan denken. Om terug te komen, verdiep je de adem. Open je de ogen. Plaats je voeten in de mat. Deel de billen los, kantel je bekken, leg je rug mooi neer, beweeg de benen heen en weer. Klein stukje of helemaal naar beneden. Nou terug naar het midden, en rol je op je zij, plaats een hand voor je borst en dan mag je terugkomen tot zit. Namaste.